Wat spelers en natuurlijk ook de trainer van Bosse bij zich. Het gaat goed. Ja, dat klopt. We zijn in Den Dolder. We hebben gekeken naar de wedstrijd Dosse HSSC. En dat was een 1-1. Misschien wel een terechte uitslag, maar dat gaan we zo meteen vragen. Onder andere aan de aanvoerder van Dosse, Rodney van Klooster. En natuurlijk de trainer van Dosse, Sander Kloos. Ook Norbin Vijfhuizen. Want Norbin, achterin. Hoe stond het achterin vandaag? Hoe stond het? Ja, anders weer dan... dan dat we voor het seizoen gespeeld hebben, vooral. En nu ook weer met Gijs centraal achterin. Haas natuurlijk nog steeds geschorst. Finn weer op rechts. Frits kwam niet weer terug. Dus ja, het is elke week weer een beetje kijken van wat gaat het nu worden. Dus dan is het soms lastig om dat te zoeken, van, om naar vastigheid te zoeken. Maar ja, ondertussen ken je die jongens wel. Dus het was vandaag ook gewoon veel communiceren weer. En dan spits uitschakelen. Dat is gelukt, hè? Nou, die van mij heeft niet gescoord. Dat is mooi. Dus, maar ja, weet je, het is echt een goede spits waar we vandaag tegen speelden. Dus dan laat ik mijn handen vol aan. En Gijs hield me daarbij. Dus was een leuke duel. Het was een wedstrijd waar we lekker naar gekeken hebben. Er gebeurde van alles. En inderdaad, je zegt achterin hadden we het aardig voor elkaar. Je bent er een tijdje uit geweest, want je, hebt natuurlijk, je bent natuurlijk een tijdje in het buitenland geweest en je pakt het gewoon weer op. Ja, dat, je denkt dat het heel makkelijk gaat als je, ja, ik heb vorig jaar mei dan de laatste wedstrijd gespeeld en dan vertrek je een half jaar. En dan als je hier binnenstroomt, dan begin je eerst met de wedstrijden die worden afgelast, opeens die doorgaat en dan is het lastig om weer in dat ritme te komen. En dan merk je wel dat je inderdaad wel een wedstrijd erin nodig hebt. Het is een mooie term, maar ja, het betekent ook echt wel wat. Dus de eerste paar wedstrijden was het gewoon even weer wennen aan alles. Tegenstanders, competitie, manier van voetballen, het veld. Alles was gewoon weer even anders, ook al ben je het wel gewend. Maar vorige week had ik wel weer het gevoel dat ik nu wel echt weer weet wat er gebracht moet worden. Dus het voelt alweer goed om terug te zijn, zeker. De eerste helft was een beetje rommelig, hè? Ja, dat is een beetje... We spelen natuurlijk met veel wind. En het veld werkt natuurlijk niet altijd mee. Maar ik probeerde de eerste helft wel wat voetballen ook. Het ging niet heel makkelijk. Diepe ballen die werden met de wind, die vielen het gewoon ver te achter. De tweede helft probeer je dat ook, maar dan blijven ze juist weer hangen. En voetballen, weet je, het was niet heel veel. Het was lastig vandaag gewoon. Taai tegenstander, hè? Ja, zeker. Allemaal echt hele grote gasten, sterke gasten. Zaten er ook kort op. We hebben allemaal allebei gestreden. En ik denk dat 1-1 dan wel... Ja, terecht uit is toch wel. Maar ik ben 1,70 meter. Jij bent volgens mij 1,85 meter. Maar je bent wel je mannetje achterin. Dat is goed, hè? Ja, die waar ik vandaag tegenover stond, die was misschien net iets groter, maar die was wel 2 keer zo breed. Dus dan zie je die bal niet eens als hij voor je staat. En dan kan hij ook nog eens alle keer beide kanten op draaien. Dat was dan ook aardig snel. Dus dan is het lastig, maar ik kan op zich wel tevreden zijn, maar ze kan natuurlijk altijd beter. Ik heb gehoord hier op het terras bij Dosse en in de slotstad de uitzending. Goeie wedstrijd gespeeld. Mag ik je feliciteren? Ja, goeie dankjewel. Oké. Dus Norbin Vijfhuizen die een mooie pot heeft gespeeld. En wie natuurlijk altijd bij de microfoon komt is Rodney van Klooster. Rodney, het was een wedstrijd. We kwamen achter. Jullie kwamen achter. En toen dachten mensen hier volgens mij, wauw, dat gaat er wat gebeuren. Maar toen gebeurde er iets heel speciaals. Ik kijk nu even naar rechts. En ik vind het leuk om dat eventjes naar voren te houden. Misschien wil je dat zelf doen. Jij was weer belangrijk voor de club. En wat gebeurde er? We kwamen 1-0 achter. Inderdaad, wat je zegt. Precies op het moment dat wij juist terug gingen zetten, scoorden zij uit de koude 1-0. Daarna hadden we het even moeilijk. Ik denk zo, 20 minuten voor tijd, kreeg ik een goede bal van Frits. Eindelijk viel hij een keer achter de verdediging en kwam 1-1 en scoorde. Nou weten we allemaal dat Boy van Amro een zware operatie heeft gehad. En ik weet dat hij het heel moeilijk heeft. En ik had een ideetje, wat je ook wel eens bij het betaalde voetbal ziet, een shirtje voor hem met een tekstje erop. Dat liet ik even aan hem zien. Ik zag jou als een speer. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Ik liep je naar de zijkant, dan kreeg je dat shirtje. En ik weet dat het nu in live bij Slotstad niet te zien is, maar zometeen wel op je YouTube.
misschien. Zou dat willen laten zien? Even laten zien, kan je het zien? Ja, is goed zo. Dat is een supermooi gebaar. Want Boy is one of the guys, hè? Boy is one of the guys, maar ik ken hem al vanaf, hij is 5 jaar jonger dan ik. Dus we hebben samen in de wieg gelegen, ik ken hem al zo lang. En, ik weet een beetje hoe hij in elkaar zit en een steuntje in de rug kan hij wel gebruiken. Het was een lastige wedstrijd, hè? Ja, het was heel lastig. Ik moet zeggen dat die jongens wel goed voetballend waren. En zelf kwamen we gewoon niet echt aan voetballen toe. Wat ik al zeg, er lag veel ruimte achter de verdediging, alleen de bal er kwam er niet. Maar goed, je pakt toch een goaltje mee? Ja, inderdaad. Op dit moment, ik had dit van tevoren bedacht, dus dat ik hem uiteindelijk nog meepak, dat is lekker. Wat was er nou gebeurd als je dat shirt had, als je niet gescoord had? Ja. Dat weet niemand. Dat weet niemand inderdaad, maar ik heb altijd wel veel zelfvertrouwen en daar schort het niet aan en ik ben altijd wel kritisch op mezelf, dat niet, maar ik kan er geen antwoord op geven. Ik had gewoon het gevoel dat ik ging scoren en dat ging gebeuren en dat is weer gebeurd. Als we naar die goal kijken, het was een splijtende paas, die was geweldig en je komt één op één voor de keeper en toen? Ja, dat was een goede bal van Frits. Ik snee eigenlijk achter de verdediging langs. Ja, en dat was perfect op maat. Volgens mij vlagde hij nog voor buitenspel, maar dat kon nooit. En ik kwam 1-1 en ik schuif hem gewoon langs. Keeper bleef ook gewoon staan. Die deed verder niks meer. Ja, maar hij was kansloos. Ja, simpel is het. 1-1 terecht. Ja, dat denk ik wel. Zij waren voetballend beter. Misschien als wij wat rustiger in balbezit zijn, dan kunnen we wat meer kansen creëren. Kevin was een paar keer ongelukkig, Kevin sprong en we hebben een gelukje ook dat Gijs de bal nog van de lijn haalt. Ik denk dat 1-1 wel over het algemeen terecht uitslag is. Ik feliciteer je met het punt. Ja, dankjewel. Oké, Rotten van Klooster, aanvoerder van dossier 1. Uiteraard naast mij, hi. Sander Kloos, de trainer van dossier 1-1, terecht? Ja, ik denk het wel. Gewoon kansen vergelijkt, dan zit dat wel een beetje, want de bal halen wij van de lijn, bij hun hebben er ook eentje van de lijn gehaald en zo ging het toch een beetje heen en weer. Ik ben het ook wel mee eens dat voetballend bij hun even iets rustiger en verzorgder uitzag dan bij ons, dat vond ik jammer. Maar we hebben er wel voor geknokt en dat brengt weer een balans. Ik zei tegen een van jouw mannen, een beetje rommelig de eerste helft, klopt dat? Ja, ik vond het wel rommelig. Je ziet zo'n dinsdag, donderdag dingen gebeuren. Dan denk ik van potverdomme, joh, doe dan gewoon eens een keer op zaterdag. Dan ziet het er gewoon, wordt wel diep ingespeeld, wordt erbij gesloten, bewegende mensen, zelfs op een kleine ruimte. En op zaterdag zie ik dat dan toch weer wat andere keuzes. En dat hoeft niet. Ik bedoel, we hebben vorige week gezien, en dan zie je gewoon dat tegenstand minder was. Dat die intenties op zich wel goed zijn. Hè. Ze willen wel de goede dingen doen. Maar ja, als dan iets meer druk op de bal is, dan ziet het toch allemaal een beetje rommelig uit. We hebben gehoord dat de man van de wedstrijd, daar kom ik toch eventjes op terug, Jeffrey van Lunter is. Die heeft toch wel het gered, of niet? Ja, die heeft een paar keer heel handelend opgetreden. En ik denk terecht dat hij zich daarin onderscheiden heeft, absoluut. Is een vaste man? Ja, vaste man? Nee, niemand is vast. Dat heb je weer gezien, dat ontwikkeling kan plaatsvinden. Ik bedoel, Thijs Omlo, die A-junior, die heeft vorige week leuk gedaan. Dus dat is echt leuk, gewoon goed gedaan. Speelde vandaag ook gewoon. Dat heeft ook consequenties gehad nu voor Joey bijvoorbeeld. Hoe speelde Thijs Omlo naar jou mee vandaag? Ongelukkig, in zijn rendement. Maar wel, hij maakt wel op zich een goede keuze. Hij zoekt wel de voetballende oplossing en dat is wel aanspeelbaar. Maar er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. En dan zou hij soms ook wel in die schakel meer diepte erin kunnen brengen. Maar ik zoek eruit meer in zijn omgeving. En dat zou me wel wat helpen. Dus ongelukkiger dan vorige week, maar wel echt een klassevoetbal. Je hebt de laatste 10 minuten nog Joey Veldhuis ingebracht. Toch nog voor die 3 punten gaan? Nou, voor mij waren het 20. 20, sorry. Ja, ik had wel zoiets van. Eerst wilde ik een verdediger afhalen. Ik dacht van, met die 10 en die 9, dat was toch allemaal wel vrij dreigend. Ik dacht, dat risico nemen we dan ook maar niet. Maar ik wilde wel Joey absoluut brengen, omdat ik Joey ook gewoon echt een prima spits vind. En ik dacht, wie weet, lukt het hem nog? Gewoon lekker veilig gespeeld, hè, vandaag? Geen idee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dat is echt. We hebben voor de 8e keer gelijk gespeeld. Dat vind ik vrij veel voor in een competitie die nog niet afgelopen is. Nog gerekend over de periodes?
Ja, gerekend, je zag het vorige week even, dan win je. Maar goed, het zijn twee wedstrijden van de acht. Dus gekscherend noem je het even, kijk je ernaar. Maar ja, zijn we nu. Vier wedstrijden weer niet verloren, vijf. Is ook leuk, weet je wel, dat, als je ziet waar we vandaan komen en hoe we januari, februari door zijn gekomen. Want ja, Marco deed weer niet mee, Haas deed niet mee, Victor die was nog niet volledig. Ja, toch ook weer met heel veel andere jongens die nu aanhaken en prima stand houden. Het was een heerlijke ambiance hier in de zon, hè? Ambiance, ja, dat terras is natuurlijk geweldig hier. Zeker als die zon gaat schijnen, dat is prima. En dan de gezellige muziek erbij, dus goed bezig wordt. Dus. En toch Felix, feliciteer ik je met één punt. Sander Kloos. Dankjewel. Trainer van de Dossé, Sander Kloos en Rodney van Klooster en Norbert Vijfhuizen. We gaan terug naar de studio in Zeist.